Bonjour, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over mijn consumentengedrag en wat ik allemaal gekocht heb sinds mijn Free Fashion Challenge. Om te beginnen vergeet je niet te abonneren, dat kan door te klikken op de button daar. Mijn kanaal gaat over geluk, reizen en duurzaamheid. En ik zou het super leuk vinden als jij mij vanaf nu gaat volgen. Voordat ik je alles laat zien wat ik heb gekocht sinds 2013, sinds mijn Free Fashion Challenge, is het misschien interessant om heel kort te vertellen wat de Free Fashion Challenge precies is en hoe ik daaraan ben begonnen. De Free Fashion Challenge betekent eigenlijk dat je 365 dagen lang, dus een heel jaar, geen nieuwe kleding, accessoires of schoenen koopt. En dat klinkt verschrikkelijk moeilijk en dat bleek het voor mij in ieder geval helemaal niet te zijn. In eerdere video's heb ik het al een keertje gehad over het feit waarom ik kies voor een groenere lifestyle. En geloof me, I'm not a saint. Ik ben echt geen heilige. En dat laat ik vandaag duidelijk zien dat ik geen heilige ben. Ik doe mijn best in ieder geval om groenere keuzes in mijn leven te maken. In 2013 voor mijn verjaardag vroeg ik het boek Talking Dress. En die kreeg ik. En ik ben dus in 2013 begonnen met het boek. En ik las het in één ruk uit. En het is super interessant. Ik kan deze absoluut aanraden. Hij is van Marieke IJskoot. En ze vertelt je hierin dus ja, eigenlijk alles over eerlijke kleding. En hierin lees je van begin tot eind hoe een product eigenlijk ontstaat. En hierin vertelt ze dus ook over de mensen die jouw kleding maken. Maar goed, een absolute aanrader. En wat stond er dus in dit boek? Ook challenges die je zelf zou kunnen doen. En ik was super geïnspireerd, dus ik dacht, dat ga ik doen. En welke zou ik uitkiezen? En uiteindelijk koos ik dus voor de 365 dagen, de Free Fashion Challenge. En daarin heb ik dus een jaar lang geen nieuwe kleding en accessoires gekocht. Ik heb één uitzondering gemaakt. Ik ben namelijk ten huwelijk gevraagd in 2013. En ik ben dus getrouwd in een nieuwe bruidsjurk. Maar verder rest heb ik dus een jaar lang niks gekocht. En laten we wel wezen, dat was ook niet echt nodig. Want een van de opdrachten van de Free Fashion Challenge is het namelijk het tellen van je kleding. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik meer dan, houd je vast, zit je goed, meer dan 740 kledingstukken. En dat gaat dus van je winterjas tot aan je ondergoed, panties en sokken en bikinis aan toe. Gewoon meer dan 740 items. En toen was de challenge voorbij. En toen, ik heb wat dingen gekocht. En die ga ik je nu laten zien, want anders wordt deze video veel te lang. Deze kocht ik geloof ik wel meteen in het jaar daarna. Lekker zacht en fluffy. Maar nu gaat het komen, want ik dacht dat het eigenlijk niet zo heel erg veel was. He, als je kijkt naar een tijdspanne van 5 jaar, maar nu ik ze allemaal bij elkaar gepakt heb, denk ik, nou, het is eigenlijk toch nog best wel wat. Oké, here it goes. Ik heb een zwarte, simpele legging gekocht. Nog een legging om yoga in te doen. Hele fijne. Ik vond dit heel erg leuk, daarom heb ik hem gekocht natuurlijk. Toen kwam ik ook bij Lululemon. En toen dacht ik, ja, ik kan dingen van Lululemon gewoon nu echt even niet laten liggen. Dus toen heb ik mezelf toegestaan een workout bra te kopen. Maar de achterkant is echt heel leuk. En daarbij hoort deze super geweldige legging. Als ik yoga doe, dan trek ik deze altijd aan. Ook ben ik naar Thailand geweest, het jaar erna. En daar kocht ik dit. Maar ja, toch dacht ik koop niks. En toen zei mijn man, ah joh, daar help je de mensen op zich ook mee. En wat maakt één kledingstuk nu uit? Dus toen hebben we me toch wel, ja, dat vond ik wel dat ik gelijk in had. Dus toen heb ik deze gekocht. En dat is een, je ziet het niet zo goed, maar in ieder geval, hier zit het kruis. je kan hem aantrekken zoals broek, suit aantrekken. Ja, ik word er echt happy van. Dit is nummer 5. Dan komen we aan bij de stapel Supernatural kleding. En hier ben ik me wel echt een beetje te buiten gegaan. Ik ben enorm fan van Supernatural. Echt huge. En er kwamen campagnes voorbij. Het grootste gedeelte van het geld gaat dan dus naar een goed doel. Toen dacht ik, nou weet je, dan krijg ik en Supernatural merchandise. En ik help ook nog eens een keer mijn SPM family mee. Dus ik dacht alleen maar, weet je, 2 vliegen in 1 klap. Iedereen happy. Dus ik ben me compleet te buiten gegaan. Zoals jullie horen ben ik een beetje verkouden. Dus even hete thee met honing. Oh. Dus here goes, Supernatural family. Het eerste t-shirt wat ik kocht was deze van Always Keep Fighting. Met Jared Padalecki erop. Dat was dus mijn allereerste t-shirt van Supernatural. Heel blij mee. Toen heb ik een hoodie gekocht. Ik weet ook nog wanneer ik hem kreeg. Vlak voordat we in Parijs aankwamen. Super fijn. Hartstikke warm. Wat was ik er toen blij mee. Want ik ben toen vlak voor de kerst gegaan. Het was natuurlijk sterfens koud. Deze hoodie heeft me echt door het weekend heen gesleept. En hij zit heel fijn. Always Keep Fighting. SPM Family. Sinds 2005. Toen is de serie begonnen. En natuurlijk een anti-possession teken.
toen, ik denk dat dit de volgorde is althans, heb ik deze gekocht. You Are Not Alone. Deze is van Jensen Ackles en Misha Collins. Toen, voor seizoen 12 onder andere, en dus ook weer Always Keep Fighting campaign, hebben we deze. Family Always Has Your Back, Always Keep Fighting. Hier staat 12 van seizoen 12. En inmiddels is het 14e seizoen aangekondigd. En last but not least heb ik dan nog het Love Yourself First hemd. Het Love Supernatural t-shirt. En Love Yourself First vind ik echt een hele goede boodschap. Daar geloof ik heel erg in. En daarnaast nog het Wayward as Fuck hemd die ik ook aan heb gehad op Purgatory. Goed, dat was dus de SPM Family spullen die ik allemaal gekocht heb. Dan gaan we nu door naar een heel bijzondere jurk waar ik heel trots op ben. Ik heb hem gekocht bij een vintage zaak hier in Roosendaal. En ik ging daar naartoe, want mijn broer ging trouwen. Het was echt een hele mooie dag. Dus ik wil daar iets bijzonders voor uitzoeken. En dat is deze jurk geworden. Ik vind hem nog steeds prachtig. Het is allemaal doorzichtig, zoals je kan zien. En dus ook hier bij mijn middel was het ook doorzichtig. En dit is een vintage dress. Kijk eens hoe mooi. En hij zit heerlijk. En dan nu de dingen die ik eigenlijk echt de afgelopen jaar heb gekocht. Ik ben vorig jaar in mei ben ik naar Londen geweest. Daarvoor kan je natuurlijk nog steeds vlogs vinden. Ik zal eventjes doorklikken, hier zo. En Londen was heel erg leuk. En in Londen kwam ik een zaakje tegen met vintage look kleding. En toen dacht ik, nou vooruit. Dus toen heb ik me laten verleiden. Oh, tot deze prachtige knalrode kokerrok. Hij is van ja, Collective met een F op het eind. Dit is de kokerrok. Ik zie dat die weer gestreken moet worden. Ik kleg niks, kom maar in mijn kast, dat is wel duidelijk. En daar heb ik dan dit enorm schattige, deze cardigan opgekocht. Kijk, een kerstje, dat is toch leuk. En hier op mijn mouw ook een kerstje. Toen in juni ben ik naar Spanje geweest. En toen dacht ik, ik koop toch een mooie BH. Lichtblauw, super schattig. Toen heb ik dus toch een lingerie setje gekocht. En ik heb afgelopen jaar dit leren rokje gekocht. Die had ik aan een modeshow waarin ik heb meegelopen. En ik vond hem zo fijn zitten en ik vond hem zo gaaf. Dat ik dacht, nou ja, die ga ik gewoon kopen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb in de winter heb meegedaan aan een actie in diezelfde store. En dan moest je dus in je badjas komen. Ik kan ook weer door naar linken, want in december heb ik elke dag gevlogd. En dit kwam erin voor. En toen heb ik deze trui gekocht. En die kun je zo dragen. En je kan hem ook omdraaien. Zo. En ik had gewoon iets warms nodig voor de winter. Iets wat dus geen hoodie is van Supernatural. En als allerlaatste wat heb ik gekocht. Een nieuwe legging van Lululemon. Dus kant moet dat voorstellen. En met een extra hoge waist. Toen heb ik nog zo'n workout bra gekocht. En dit is de achterkant. Ook weer zo gevlochten. Dat is in ieder geval de kleding die ik gekocht heb. En dan gauw heb ik natuurlijk ook nog wat schoenen gekocht. En die zal ik ook al wel eventjes aan jullie laten zien. Zo heb ik meteen wel in het eerste jaar nieuwe schoenen gekocht. Want ik kwam sandalen, of in ieder geval zomerschoenen tekort. Toen ben ik dus voor Toms sandalen gegaan. Ik heb deze zwarte met een kleurtje. Eén ding wil ik er wel even bij zeggen. Ik heb er ook een stuk over geschreven. Ik zal even doorlinken hier beneden in de description box. Maar ik krijg nergens 10 voet in. Maar die Toms sandalen, echt, je wilt het niet geloven, maar ik krijg zulke murkpoten in. Ik kan het niemand aanraden. Ik vind het ook super jammer dat ik dat niet van tevoren wist. Want als je zelf een paar schoenen koopt, geef ze ook een paar schoenen aan kinderen in het derde wereldland. Maar wel een beetje jammer dat je er murkpoten van krijgt. Tom. In de winter heb ik toen een keer deze boots gekocht. En je hoort me altijd aankomen lopen, dus dat is altijd handig. Iedereen weet wanneer ik er ben. Ik kocht deze schoenen in de uitverkoop. Het zijn Picolino's. En ze lopen heavenly. Ik ben een beetje boos op mezelf, want ik heb deze leuke schoenen gekocht. Ik was er heel blij mee. En met 2 weken waren ze eigenlijk al stuk. Hier aan de binnenkant is alles kapot. Hier zit gewoon een gat in. Ik kan hier gewoon mijn nagel doorheen doen. Hier zit ook een gat. En alles is stuk dus eigenlijk aan die dingen. En daar baal ik enorm van dat ik er toch ingetrapt ben. Andere, dit zijn dus geen schoentjes die niet meer verkocht werden in de winkel. Want dat dacht ik altijd. Zo van, weet je, alles wat oud is en zo, maar dat gaat dan naar zo'n fashion outlet. En daar kopen de mensen dan hun spullen van. Dat is helemaal niet zo. Er worden aparte collecties gemaakt voor die outlets. Stom, stom, stom. Ik wist het niet. Ik wist het niet. Ik ben nu haar andere boek aan het lezen van Marieke IJscoot. Daar staat het in. Ik ga dus echt nooit meer daar iets kopen. Wat heb ik ook gekocht toen? Ik heb hier nog niet zoveel op gelopen, dus deze zijn nog niet kapot.
Deze hartstikke leuke schoenen heb ik toen ook gehaald. Deze felroze Nike schoenen, want Nancy ging joggen. Maar mijn knieën zijn er niet heel erg klaar voor om te joggen. Toen nou afgelopen jaar ben ik naar Amerika gegaan. En toen heb ik van tevoren deze schoenen gekocht. Goede wandelschoenen heb je gewoon nodig. Hier ben ik wel echt blij mee. En die doen het goed en die lopen fijn. Ze zijn van Human Nature. En dat is wat ik allemaal gekocht heb in die tussentijd. En dan wil ik nog één bonus eraan toevoegen. Bonus? Ik heb ze niet zelf gekocht, maar ik heb ze wel gekregen. Maar deze zijn zo gaaf, die kon ik gewoon niet laten. Kijk. Echte boots, echte cowboy boots. Gekregen van mijn man voor mijn verjaardag. Super mooi. Oh, ik ben er zo in love with. Ze lopen super fijn. Ze zijn helemaal gemaakt voor mijn voeten. Ik heb hele smalle voeten. Dit is mijn nieuwe liefde gewoon. Oh, cowboy boots. Dus als ik ze aan kan trekken, dan trek ik ze aan. Haha, want ik vind ze heel mooi. Dat is wat ik allemaal gekocht heb. En nu ga ik het eventjes tellen. 21 kledingstukken en 8 paar schoenen. Dit waren dus alle kledingstukken en schoenen die ik de afgelopen 5 jaar heb gekocht sinds de Free Fashion Challenge. Laat me hieronder in de comments weten of dat je al eerder van Talking Dress hebt gehoord. En of dat je misschien het boek gewoon eens een keertje wil gaan lezen. Ik ben heel erg benieuwd of dat ik jou ook kan inspireren om hier eens een kijkje in te nemen. Kan ik absoluut aanraden. Daarnaast ben ik ook heel erg benieuwd natuurlijk of dat jullie het heel erg veel vinden of wel mee vinden vallen over 5 jaar tijd hoeveel ik gekocht heb. Daarvoor heb ik een poll gemaakt. Die kan je ook hier vinden door te klikken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik vind het super leuk. Elke week komt er een nieuwe video online over geluk, reizen en duurzaamheid. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!